Dat betekent dus wel dat we duidelijk ook een beeld hebben van hoe onderwijs moet zijn. Ja. En Leonardo is één verhaal, maar wij staan eigenlijk voor onderwijs waarbij kinderen allemaal een plek moeten krijgen waar ze gezien worden zoals ze zijn en waar ze de ruimte krijgen voor wie ze zijn. En het allermooiste zou zijn dat alle kinderen bij elkaar in een onderwijsconcept zouden kunnen. En die bestaan. En daar zien we ook hele goede dingen. Dus er zijn gewoon veel hele goede scholen en daar is Leonardo er dan één van. Of tenminste, het concept is goed. Niet elke school doet het vanzelf goed. En we staan er eigenlijk voor dat kinderen het onderwijs moeten krijgen waarbij gekeken wordt naar wie is dit kind, wat heb jij nodig. En het traditionele, klassikale onderwijs voldoet in een aantal facetten niet aan wat deze kinderen nodig hebben. En dat is met name omdat het vaak opgebouwd is uit kleine stapjes en nog te veel. De leerkracht heeft daar naar mijn idee nog te vaak de rol dat die de dingen aan moet bieden en dat die het moet vertellen. Ja. Waar de kinderen ongelooflijk veel meer zelf kunnen. Dus de scholen waar de leerkracht een wat andere rol krijgt, is meer faciliterend. En daar waar het nodig is, een mooi verhaal vertellen of iets uitleggen of een goede instructie geven. Dat is gewoon een andere rol. Dus dat vraagt om andere mensen die werken met kinderen. En dat hoeft niet eens te zijn dat een school bestaat uit klassen. Maar daar zie je ook al heel veel grote verschillen in. Kinderen die met elkaar binnenkomen en in allerlei verschillende samengestelde groepen allerlei activiteiten gaan doen. Maar daar is op dit moment denk ik sowieso in Nederland veel aandacht voor de scholen die het wat anders op gaan pakken. En die willen gaan voldoen aan de totale behoefte van een kind. Ja. Want je zit ook met het gevoelsmatige stuk. En je zit ook met een stuk ontspanning. Waarom zijn bijna alle kinderen tegenwoordig kinderen met een concentratieprobleem of overbewegelijk of gedragsmatig lastig? Dat komt ergens vandaan. En daar moeten we antwoorden op zoeken. En dat is natuurlijk al aan de gang. Dat is al een paar jaar aan de gang. Maar het duurt altijd heel lang voordat antwoorden gevonden zijn. En andere scholen daar ook in meegaan. Ja. Wat ik nu in je laatste zinnen merk, is dat je daarin niet eens meer het woord hoogbegaafd gebruikt. Je zegt gewoon, elk kind is gewoon zichzelf. En er is geen systeem of blauwdruk van tevoren te bedenken hoe een kind zich ontwikkelt, waar zijn sterke kanten zitten, et cetera. Dus je zegt eigenlijk meer algemeen van, we moeten het onderwijs inrichten op de kinderen zelf. Tuurlijk. Kijk, en het is natuurlijk niet voor niks dat we een periode hebben gehad dat we ontzettend voor ieder wijs scholen waren. Dat is eigenlijk de andere kant van wat we gezien hebben. We hebben natuurlijk de scholen gehad waar alles gestructureerd was. Waar ik kinderen op tafeltjes heb zien zitten, 30 kinderen bij elkaar, die alleen maar stil waren. En alleen maar moesten luisteren en werken en schrijven. En daarna mochten ze het werk inleveren wat ze gemaakt hadden. En dat werd beoordeeld. Ja. Nou, dat vind ik dramatisch om te zien. En ook daar haal je weer goede dingen uit. En aan de andere kant zag je dan bijvoorbeeld de IDEWIJS-scholen, waarvan men zei, de antwoorden liggen in het kind zelf. Ja. Waar ik ook heel erg veel hele goede dingen heb gezien. Dus je moet uit de goede vormen moet je de goede dingen zien te halen. En in een kind zit veel, maar een kind moet ook aangeleerd krijgen. En een kind heeft graag een voorbeeld. En een kind heeft vragen. En een kind moet soms begrensd worden en soms moet hij ruimte krijgen. En soms moet hij fouten mogen maken en soms moet hij laten zien wat hij kan. Nou, in wat voor systeem past dat? En welke volwassenen kunnen die ruimte aan zo'n kind bieden? En welke volwassenen kunnen instappen waar het nodig is? Ja, dus je hebt ook heel veel verschillende begeleiders nodig, denk ik, op een bepaalde school. Ja.